Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. Volg de uitzending elke woensdag om 5 uur 's middags via ATV kanaal 12.1. De herhaling elke woensdagavond via ATV kanaal 12.2. In Gesprek Met, een ATV-productie. Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ja, Ishibi Prodo, mooi, omdat vandaag woensdag 4 mei de jaardag is van een van de grote Jaja-organisaties in ons land. NACS is vandaag 75 jaar. Maar na festivaljaardag disi, dat hebben we aptap zonder diepsa wat op het droom. En we zijn op het drone toe, dus daarover wordt ik straks naar een big missie voor NACS. En dat naar missie Sigmund Staphorst. En missie Staphorst, na ook toe aan Jaja Uma. Welkom in gesprek. Dank je wel. 75 jaar, hip hip hip. Hip 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 voor NACS, ja. NACS biggie. Absoluut. NACS stranga, NACS krachtig. Maar naar de leden, naar de vrijwilligers, Charnax Consovara. Die kan even bij de leden, naar de vrijwilligers, zijn een potisking, zijn een jikrakti, zijn een kraka a orga, en nog bij de jaso, dan gaan we 17 in een 5 jaar. Ik lees je zo aan geschiedenis, dat Nax bestart is like een soort sportorga, hè? Zij de ben je van nodig voor op zo'n orga toe? Wel, 75 jaar diep sa. En dan ben je van heer Trasanilek nu. Die Eugène Drenthe bij de techpraxerie voor Sitnax. Dan heb je vindt dat de boy naar de omapching, die bij Waka Waka Tumsi. Die hebben hem notief doen. En apraxer tena notief doen. Dat je ook doet ook niet. Dus meneer Drenthe, dat koosit van orga voor tek de jong van poer in de straat, dat we leren sport en spel. Na zo naks opo. En naks bij de van orga voor sport en spel. Dat want dat die naks bening na arbeid komt sport. En in het ten dat die boom, korfbal bij City, voetbal bij City. Dus man, we hebben dat dat moro. Maar naks bij de wan boom, biggie tranga sport, voetbal orga toe. En dam bij City. Dus is op de biggie wan voor Afrika bij Konja, zo toe. Voor play dam naar naks. Dus naks bij de echt a orga dat. Dan maar is op fate, at he zet wan orga, je go moro fara, dan. Drenthe schreef begin aan cultuur. Want afiri, tak e. Sport de, we pre alle soort sani, maar a cultuur voor a blakke man, dat nou aan sani voor leer dem chin tu. En if je leer dem chin voor sap den cultuur, voor sap den rutu, dat nou aan moro prins pari sani voor de sap sumana ding. Isap walos ma etak sumana mi. Maar if you like black mama sap sumana you dey must go na ding then begin one few back to your roots, back to the roots, full layer sap your root to and that Eugène the begin to this moxi na nga a sport and spell a begin nga kulturu and fa a begin nga kulturu a begin set toneel boom for toneel a skrifi maar echte sa ubekar volkstheater a man skrifi ongeveer 15 ja, dus in een derde toneelstuk samen schrijven. En ja, naks weer voeren. Toneelstuk na toneelstuk. Maar ook toen, de city, een kona groep.
Poku. Poku komt bij. En Hans Koning nam af de man die besit een kouna groepo. In het einde dat hij, is dat nou op een lokouna groepo. Kaseko groepo. Mafus bens maar zit eerste kouna groep. Dat is een big probleem. Een big probleem. Because the man be attack is Saiwan do jaso in Sranan. So Sani wan sep jaso. Bedek na winti kande. So 20 Sani e chako na otapu amas ref sambe set ako na grupo da bede Harold Koning. De panang empanang emma. De yageng, de taksang iwan set kona. De so ano bede wamakrik Sani. Voor zit naks kom. Dat maakt me vertellen aan die zin. Maar zo so begin aan Akona, maar Akona besik de mens maar dus boem voor uw leden bij kong na naks voor leerpre Akona. Dan den be zit toneel na a sang en dans, zit a cultuur mooi, dat de begin gona trakondre. Voor tjara cultuur gona trakondre. Char de sodens masana de rutu en so naks begin grow da omen yaripsa dan ukiswa eerste umas ma voorzitter dat bij de Elfriede Barendijk stil dan dat seta kulturu ko moro tranga moro boom u begin vooral den anisa koto de tip culturo a chacona fesi a sores ba nak soren fesi en dat we de wan boom sanifu usor den grontapu eigenlijk usor den trasera na man sumana naks en dan bakadati dan en in a periode dati tu fos frido komi vergit wan boom prins pari sani dat we de a oprichting fu a volkshogeschool naks. Want dat bij de etewantrasani van Drenthe, moksinanga James Ramlal, moksinanga mantramasa de karheng souten dek, de city, fusori tak naks ano sport en spel wang, ano poku wang, ano go to your roots wang, maar ube abi den discussie na volkshogeschool naks, pe ube leri fu denki ontwikkeling fu sranang. Fa umu set sranang kom. Fa umu set gezondheid, fa umu set buurtwerk, fa umu set onderwijs. Alle dingen zijn dat bij Taki naar Volkshogeschool naar. Dus dat bij de bijdrage voor Volkshogeschool naar. En dan doen dat we morgen varen, bakka. Dus die bakka die Elfriede Baren, no bij de moro. Dan u zit die nou, u hoort alle den culturen zijn, de culturen zijn alleen unu, zijn een aan Drenthe leren, u hoort den. Maar u zit ook toe aan documentatiecentrum voor Afro-Sranan cultuur. En dat nam een prins Paris aan het toe. Voor leren schrijven, onderzoeken, sana je cultuur, sana je route. Dus wij zorgen bij dat podium, maar nu we gaan onderzoeken. We charen goed pepe akmopo naar de graan voor nu. En dan we zorgen rond tapen. En dat toe nou een belangrijk sani omdat die asan dat die e charge den jong wang a chara leri kom fu a kulturu tap wan terasot fasi en omdat u sit a documentatiecentrum we char den cultureel erfgoed leri kon je den chiwang u sit ikona kalender voor de chiwang, de jongwa, maar ook toe de ouwewang, leer sabi, sana den, zou we elkaar helden, de man aan umasma, san du bunfur, bigie broko na insrana, dat grondtapu moest sap den. Dat u zet van kalender, wat icona kalender, dat nou af de project voor het documentatiecentrum. Prespareto is aan mij reed, dat je een documentatiecentrum afvast dat naks volkshogeschool binnen dat tak. San net tak moro, maar dat de leg vast. Alles makkelijk zien hoe zijn we. Ja, dat na een documentatiecentrum, we onderzoek, we schrijven potie,
We schrijven op de computer, zo boek digitaal, zodat so massama sap de cultuur voor nu. Cultuur en we taki kroosi, weer kroosi. Koto, kimona, anisa, poku, alle den poku sa u abilek blakaman. Maar ook toe, kotaki at tongo sa we taki, asranan tongo. Ook toe den nya sa we nyang. Ook toe den dresi sa u de afofu nu leer u meki. Alla den sandati, maar ook toe abribi sa blakama abi, winti bribi, alla den sandati e onderzoeken dat we poten in het documentatiecentrum. Voor den, des massa massa morfuru kan konja na nat. En de kan leren, de kan lezen, de kan leren. Ja. Hartje geschiedenis voor nachts aan mooi. Aan mooi, aan mooi. En ook om morgen mooi toe. Ik ga den Sansa we praxeer voor haar alasango moro fara. Dan nou, u praxeer den despasap met mooi poku. Den sap dans mooi dans. Den nai mooi krosi. De alles aan de sabigba. Maar dan nou, om ons leerden, dat ik, de kan ik money, dan ga de mooie sansa de sab doen. Dat want dat ik cultuur ook met economie. Dus dat na de sansa uan doen in de jaren zij komen. Dat tot ten naks op 80 jaar, dat u kan sorry, dat ik, de man die ze den, umasma die ze, de ding otro ondernemer in de cultuur. Dat kan doen. Wat van akse doen nou nou aan amoni? Zo, vrouw, dat nou actie je actie me. Is abi naks nou een organisatie van vrijwilligers. Dat want taki. Alle de massa Europa ja, alle de mooie sanisa esi wedu. Na sma e kongroko dene aksimoni de nai den krosi dene aksimoni de rei buskon dene aksi naks no apmoni vjideng ma tok de lop ak kulturu des de dweng lanti uno sabe flanti lobunu ma unekis moni flanti des dat wan tak subsidi unekisi no we tak go tak konanga lanti wan isap wan nyura kering kong van jouw directeur of cultuur kom. Dus alle jaren te want directeur of cultuur kom. Dus we maken moeite. Dus we maken moeite naar de directeur die en als soort asan ogo, ba uno sabi. Utaki, wo luku, toshi, da we bribi. Maar u abi, utaki, we hoop dat de regering die sa soort en visie, tak de vind dat cultuur nou een prins parisani voor ontwikkeling komt. Want bika cultuur en leer je identiteit. En if you up je identiteit like black man, dat want dat je kan roko boom naar tra cultuur toe. En je kan jep zit kondre. En cultuur nou een prins parisan voor jep zit a kondre konto. Voor nationaal ontwikkeling, voor nationaal ontwikkeling. En hoe de klant is zich als aan dat toe. Bika alle leesten de regering e kon, de poes cultuur gona ondro. De poesen gona man se. Minna sape de poesen goyere. Maar, uno ma haren puro ete, ma no utaki, usa hare nomo, nanga dentra orga. Usa gonalanti nomo fu den sor den fesi fu den sori tak den lob a kulturu en de sapsana a ontwikkeling sa kulturu kan charko ina kondre ma teme luku lon tu ja so tapa presi ja fu naks ta meshi moi moi san a luku bun ta pe u fena moni fdo ala den moi moi san disi moi moi sani ba yeta ki a centro me luku bun ma uno de te frida yare uan meka luku moro bun. Dus u ap mati. Dus u ap watu mati funak sang egi umoni alamung. Dat nou een prins parisan ya. Alamung, desin moni kong ye ununa bank,
dat is jepo, gewoon epot 25, trouwens epot 100, trouwens epot 200, allemaal die doen. If de no be doet dat die, dat uno be man onderhoud achtbouw. Maar ook toe, u abi sponsors. Zo lek, is die een mooi dak zijn kondrape, dat na Staats Olie Foundation, die u amoni dat die. Assyria Community Fund EYP UNU. De bedrijven EYP. Dus na zo, maar je moest hossel. Je nog kan doen wat je dan hossel voor zoeken de sponsor. Voor mij naks wat ik moet ervaren. Uwan Ayari DC. Uwan begin van expositiecentrum. Dat was dat. De iconen zou abi 60-20 van. If we go na November, dat we hebben 70 en 2 iconen voor zorg des Ranamang, zomaar naar de helden. En een mooi takkie te hebben launch voor de iconen, dat we pot een expositie, een expositie het aan to wiki, boom voor skorupchin eko here. Ayari sam sa 600 skorupchin koluka expo. Ma uwan met dusun ching eko luku. Dat wan taki uwan wan presipe ala defu ayari ukan pot de ikona. Dat o de a expositie centrum. Ma ook tu de kulturu sa usabi ina documentatie centrum ukan sor des Ranamantu, sana cultureel erfgoed. Dus we horen van de expositie over cultureel erfgoed. Voor de asandati, we zoeken jepi. We zoeken sponsor. Dus dat we gaan naar de bedrijven, we gaan naar landen voor de jep uno. Mana, ik ben taki dat naks ook mopo voor een combinatie van cultuur en economie. Dus we make money. Fawodu. We no. We lopen, we zetten een project. De EU, de UNESCO, zetten een fonds voor de creatieve industrie. Dus de takken we Engels vast, creative industries for the Caribbean. En Suriname is onderdeel voor Caribbean. Dus zo wat doen, we hebben een project die een fonds dat is. En in een project dat is, zet van creative industries, dat van taki, wo de sansa we meki, de sade mek nanga anu, mooi, maar ook to den de sansa we kat podium kunst, is op alle soort mooi show, wan pot den tap website, tap digitaal so bu, en wo mek wan webwinkel, dat van taki. We maken internationaal sabisa umandu, zodat so they can buy one show, they can buy trasani, en dat is massa en make den sani, we give den leri, voor den make boom kwaliteit product, zodat alle day van jari, we kan send den product tap computer, via de computer, dat des mana in het buitenland kan buy. Snacks en gomme aan alle moderne ontwikkelingen. Itaken boom. Itaken boom. We kan nou na skotakina, want de ja eigenlijk van eeuw van ICT. En uno kans don luku, dat oefen dat ons revi moest de onderdeel voor ICT ontwikkeling toe, maar ook onderdeel voor de industrie sa ekong sitkong. We luku na trakundre, usi taki in Jamaica, reggae, sambop mali charkong, ten kondre evroko boom voor miljoen US dollar, alla yari. Uno moes don luku nomo. Om ons lukken van hoe kan fin van toevoeden dollars naar voeden roze kondre, tjakon in un kondre. En u abi sa je kar u abba potentie. En u moest leren ma pe a potentie de en fade moest doen voor een boom ondernemer. En een ondernemer, een kleine ondernemer, kan een toelevering die aan zijn naks van zitten. Zo u van zitten. Je tak naks op visie die a toekomst inderdaad.
Maar dat was het idee. Het idee was op het drone naar niks. Sana a bedoeling. Op het drone is het fossi de afvoer bij leren. Dat te eerst zit van biggie sani. Zo lijkt niks op 75 jaar. In een biggie sani. We hoort vissen van herjari. Dat je moest tjabos kopen. Gona konre. En afasifa we kara boskopu dat na nanga drong. En dat we kari opo drong. Dus opo eigenlijk de visa voor naksa okong in voor die utap 27 à 5 jaar. En de wa heel mooi fasi, wat cultuur fasi udwing. En dat na afasi van naks wa sorry, heersranang. Taki we hora kulturu dis nama pisi sa a kultur den biggest mafuler uno we karen kulturel erfgoed e talibi we karen gomora fara e unel usen be si skoutu benjatu ai na fube kon tapusma u breiti tak des skoutu bede e so yesi taki toch want to pisifulanti e jepunu de puspus uno de ondersteun uno bika isir faden de skoutu kom ubemus op wan fu den san fu a opodrom da ke opo yu fraga hei marie opo asrana fraga hei tu fosi fosi opo yu nax fraga e de skoutu be de jaso fu opo a asrana fraga go hei en bakka dat ik op een naks vraag. En de skoutu doen we heel mooi fasi. De soro nu. A fasi fa skoutu edwen. En bakka dat u sorry. Van wie edwen kulturu fasi. Toen si mooi. Zo. Se biten tanga fi fiari ti de. Wan gran fristeri tu. Dan tangi mi mooi misi. En dan lek altijd dan met dat de wan soort jubileum jaar, no? Baka dat wan her jaar wo op fessa, sa wo op moro. Zo is op u op 11 afdeling voor nak. En alle afdeling o set de egisani. Dus dat wan taki ik kan tergo. Dus in a jaar dis wo set alle de 11 sani, maar kan de zo wan wa moksi. Dus cultuur o de boom voor cultuur fasi voor hoor afessa maar ook to lek van bertaki uan potwa eerste steen voor expositie centrum voor cultureel erfgoed dat na wan en ook to uan set wan buku kong voor de eerste 60 iconen dat wan taki 320 masma 320 umasma ikono oko inabuku e usuku yepi na kultur es uho da kultur o yepi nang apis dati ok tu woset wang video tu fu yong wang sa osori sana de ikon om dat sa uwani tak de moro fu de ikono na bigisma ma uwan mek de yong wang sabi sana wa ikon dus we make young man verter young man sana de ikon en do verteri de abra de ikon sa u abig dat na waf de projecto sa sa me misi mi wan toneel baka wan nax pen toneel stok be moi wat is wan to toneel tu bo ap wan toneel tu de jongere o ap wan toneel ma ook tu in december wo apwan toneel sa umoksi roko nang awang orga fu Nederland en a toneel dati o de wan toneel over de slaventijd dat na wa mooi san tu fu abi in a yari disi ja dus dat na ja wat tu fu den project more de uno kakar ala mala in one day ma den project opkom ma tap so one day if il o wakti moro de it wan prespare wan isap ala kondre drombe opo na wan next project
Maar nu hebben we in de 70er jaren naar een Henk John wil gebaren. Nu, de jongen voor niks, zit van tra alle kondre productie en is op verandering. Alle kondre dans ensemble. Dat was tak, a wan be de drum, maar nu den dansi voor alle den stranang kulturu moksi, dat de dans wan dansi. A mooi voor true. Nou, aan Prins Paris ani voor Abbasan dat die dus dat o de van launch voor alle kondre dansi in Ayari distu. En ook toe, we kan naks nou af de orga samen hoe ze denken voor alle kondre. Ano in dansen van, ano in droom van, maar ook toe voor ook zee naar zee, voor zet stranden. Dat maak je voor op een discussie toe. Voor zet alle kondre denken in stranden. Wanneer verwacht je dat alle kondre denken dat je moet voeden politiek sma. En ook toe kan de amore boom dat aan de voeden politiek sma. Maar de sma voeden orga in Stranang, de culturele organisatie, de NGO, en dat moet zit alle kondre denken kom. Voor zit Stranang stampu fasie. En attack dat die, attack toe in het kader van 75 jaar max. Maar wacht hier, de activiteitsschrift, dat is mooi spannend. Maar tap zo aan de, die de voor mij, zeventig aan 5 jaar max. Als je lukt go bakada, Egyptians of a waka, maar is dit tevreden? Niet dit tevreden. Alles aan ze orga bereik. We takken, je hebt verschillende fasen. In alle fasen die we abding. Afasi, sambe de belangrijk, maar we haren gomoro fara. En er werd dat de jongwang is sorry dat de wani, de wanchara organisatie, dus we uden nu in een fase, we leerden dat we zo overdra dat den kan haar orga gomoro fara. En we zien dat de abadenki, de jongwang konang ala kondre dansi, say one moro. De jongen is in Aladdin San Sabeer doen. Je ziet dat de jongen een konafessie naar Aladdin cultuur podium kunst. De jongen naar de man is een begin ondernemerschap ook toe nu in Naksreving. Dus zijn eigenlijk Uwan Moro. De jongen is Haringo Moro Fara. Dat man tak u de tevreden. U zorgen. Use orgron tapu sana go to the roots. Faimus le sap yo rutu. De jongman e charingo moro fara. Ewe mek wan verbinding nanga ala kondre. Dus mi de tevreden. Ma fai go nanga naks volkshogeschool adete. Volkshogeschool de ete. Volkshogeschool eigenlijk naks mus moksi bakawan. Volkshogeschool betroma stichting. En als stichting go egi pasi. Dus nu wil ik een fasie voor Mexico baka dat u nanga als stichting o haar a volkshogeschool roko gomoro fara. Dat a defa nodu. Bika drape sit kondre san etaki. En dat devan prins Paris ani. Me fame arki so da me taki ai. Bika wan folku no manga fese fino sabi i geschiedenis. En dan breed tak nakse horen boon tak te sabi peik mopo de sap tu piego anaso. Naso ade. En usori en sa ikan taki tak naks aba sabi. U ab sabi fu den podium kunsto. U ab sabi fu documenter. Fu mekis maleri gomoro fara en no voler asabi fu a ondernemerschap en ufeni tak en eigenlijk UNESCO wan grondtap organisatie luku boom dan en tak umus chara orga disco na UNESCO yere if de sap so furu fu cultureel erfgoed dat de musko adviseer uno. Dus in november 2020
de potu officieel like, geaccrediteerd lid voor UNESCO. En hoe breed die, dat maakt me dat me breed die toch. Me breed alle soort fasie, because man grondtap organisatie like UNESCO, Luca Brokofono en de Karukon. En ook een officieel adviseur voor UNESCO. Toen de afvondsus kan ondersteunen? Ja, dus we tak naar de toe. Voor de ondersteun, Abroko Gomorrah Farah voor Sanax Edo. Dan ik bafa a tak mofodisi, dan mijn actie, zij het tak aan Asranam people, zij het tegideng, soort boskopoe abjideng, in a kader voor, zij biedt dan een 5 jaar in Nax. We takken, ube abi, wan bigimang, Eugène Drenthe. Abe luku, Bonafesi, abe beginanga de jongwang fu leerden sap den kulturu fu pure na strati Nax edu asref san ete Nax moksiden denki fu Eugène Drenthe attek den denki fu alle den tra voorzitter san bede fu Nax attek den denki vooral fu Elfriede Barendeksel fu adipi kulturu a uteken ucharen gomoro fara. En nu, we zorgen aan cultureel erfgoed, we zorgen aan ondernemerschap. En we tegen de Sranangs Massa Archimi. Orga Yusrefi. We tegen de Blakaman Fusrana. Orga Yusrefi. Alles maar, alle orga kan tekwam chimpisi, Fusan Defanudu, Fu Yep den Blakaman, Sit den Srefi. Somen no to de blakama esoru u yepi ding u char usrefi wan bun fasi u sap u roots ma no forgiti tak sranang no mancha kona fesi nanga blakama wang dat mekwe taki mus moksi nanga den tra kulturu in sranang fu makandra u char sranang kona fesi. En zo, Arkimang en Lukumang, u kona kebafu attack mofodisi, sambe abinang amisi, sigmin stap hor, atiri uma fu Nax. Nax tapu tide, sebitentang a 5 jaar, en dat ben de reden fu unu. Gotak nang amisi en stap hor, fu luku, fa a biging ben de, fa a waka nang a organisi en efuyere, a waka tum si mooi. Ja, ik moet doorgaan toch, als je eenmaal bezig bent met die Sranantong. Het is wel mooi, hè? En ik denk dat u het helemaal heeft begrepen. Het was een heel mooi gesprek, helemaal in Sranantong. En het moet ook kunnen, want de mensen die het niet goed kennen, dat zo iets ik leer het idee. Maar u gaat niet weg, want straks zijn we er weer met een ander onderwerp. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je mevrouw Boetius in gesprek met mevrouw Sigmin Staphorst over de organisatie Nax. In dit tweede deel brengen wij het eind van het Ramadan, dus het Eid al-Fitr feest, met verschillende sprekers. Kijkt u mee. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Beste broeders en zusters. Vandaag is de tijd van de mooiste en beste broederschap. En is bedoeld om te werken aan hoe wij met elkaar omgaan. Bezoek elkaar daarom. En ik vraag jullie om ook langs te gaan bij een zieke of iemand die eenzaam is. Het is belangrijk dat zij vandaag ook vreugde in hun hart voelen. Mannen, wees goed voor de vrouwen. Vrouwen, wees goed voor de mannen. Jongeren, respecteer de ouderen. Minister Brontë Somoharjo, als minister van Binnenlandse Zaken, we zijn aan het eind
van het vaste feest Ramadan. Wat betekent Ramadan precies voor u als minister van het grootste ministerie van het land? Los van het grootste ministerie van het land, ook het ministerie waar religieuze aangelegenheden onder valt. Dus ik ben de minister voor alle godsdiensten, maar ook een praktiserend moslim. Belangrijke maand, de belangrijkste maand, een maand waarin je je tussen zonsopgang en zonsondergang onthoudt van eten en drinken en onthoudt van alle andere geneugten. Je probeert te beheersen, je probeert een beter mens te worden. De essentie van het vaste is het zuiveren van je ziel en dichter bij je schepper te komen. Na 2 jaar mocht er weer een algemeen gebed worden gehouden. Wat denkt u dat dit betekent, vooral voor de moslimgemeenschap? Nou, u ziet de drukte. De moslimgemeenschap hunkerde naar dit gebed. Wat u al zegt, al 2 jaar. Het is kort dag dat ze hebben kunnen organiseren. Want pas 2 weken geleden wisten ze dat de coronamaatregelen iets versoepeld zouden worden. Maar het is een succes geworden. Dat geeft alleen maar aan dat de eenheid, de saamhorigheid onder de moslims er nog steeds is. Natuurlijk weer verbreed en vergroot moet worden. Maar ik ben blij dat na 2 jaren het is geslaagd weer. En niet alleen hier, op verschillende plekken wordt Eid gebed gehouden, maar hier is het grootste. Wat betekent Ramadan voor u? Want daarop heeft u geen antwoord gegeven. Ramadan is voor mij het zuiveren van mijn ziel, het dichterbij komen bij mijn schepper. En ik hoop dat dat is gebeurd. Dat bepaalt mijn schepper, dat weet ik zelf niet. Maar ik heb mijn best gedaan, ik heb me kunnen onthouden van eten en drinken. Ik ben met Gods wil naar de nachtgebeden geweest. Ik ben zo vaak mogelijk naar de Tawari gebed geweest. Ik heb ongeveer meer dan 50 moskeeën bezocht in de afgelopen maand. Bij deze wil ik ook de besturen en leden bedanken die mij hebben ontvangen. Dus het was voor mij een hele mooie maand, een maand die ik persoonlijk veel ga missen. Wat was de hoofdboodschap die vandaag is aangekaart tijdens het gebed? Hoofdboodschap is dat je niet alleen tijdens de vaste maand je moet gedragen als voorbeeldige moslim, maar doe het ook buiten de vaste maand. Nou, ik snap het dat sommige mensen zeggen we zien er een beetje van af, maar aan de andere kant snap ik sommige mensen die het uitbundig gaan vieren. Dus ik snap beide kanten. Ik zeg doe wat jouw hart jou zegt, doe wat jouw gevoel jou zegt. Als jij beslist je wil het minder uitbundig vieren, doe dat dan. Maar als jij beslist je wil het groot vieren, doe dat dan. Het is jouw keuze. En ik persoonlijk ga het een beetje groot vieren, want vandaag is niet alleen Eid, maar ook de jaardag van mijn vader. Dus we gaan het een beetje mooi aanpassen. Ja, 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 ja. En tot slot, naast de boodschap van niet alleen tijdens Ramadan feesten, wat is uw eigen boodschap naar de rest van de samenleving toe? Nou, bedankt alvast voor de solidariteit. Dat hebben we weer gemerkt. Of je nou hindoe bent, christen of moslim, we zijn solidair met elkaar. Dat hebben we ook kunnen zien. In deze periode is nou Ratri, Pasen en moslimvaste samengevallen. En we hebben het goed met elkaar overweg kunnen vinden. We hebben goed aan elkaar gedacht. En dat is de kracht van deze natie. Het rotsvast geloof in de almachtige schepper en die samenhorigheid. Wat we elkaar teweeg brengen. Soms hebben we een beetje ruzie met elkaar, maar het einde van de dag is het familie kijven, familie blijven. U ook bedankt. Minister Riyad Noor Mohammed, als lid van een moslimgemeenschap, hoe heeft u het vaste een heel maand ervaren? Nou, inderdaad is het een regulier periode dat terugkeert. En in het begin leek het heel langzaam te gaan. Zwaar niet. En de laatste 2 weken is zo snel gegaan. En we zijn er vandaag op, op maandag 2 mei, waar inderdaad Eid al-Fitr wordt gevierd. Het is heel makkelijk gegaan. Bedoel, als je eenmaal gewend bent, is het geen probleem. Natuurlijk gebruik ik wel mijn wekker om wakker te worden. Dat mag dat eerlijk zeggen. Maar het is een hele drukke periode ook geweest, want er waren heel veel bezoekers die we moesten afleggen. En je hebt ook heel veel mensen weer leren kennen en heel veel geleerd uit de toespraken van verschillende oestaats, maulana's, molbi's van moskeeën. Dus dat is leerrijk geweest voor mij. En voor hen die het toch niet weten, wat betekent Eid al-Fitr precies? Eid al-Fitr is eigenlijk gewoon het einde waarbij vanaf die dag weer normaal gegeten, gedronken mag worden. Het is dus een feest waarbij dat gevierd wordt na 30 maanden vasten. Het is ook een dag waarbij je probeert iedereen te bezoeken. En ook misschien bijzonder mensen die het moeilijk hebben, die je ook blij maakt. Daarom zie je dat er op deze dag ook veel eten drinken is. Dat is niet alleen voor de mensen bedoeld die vasten, maar vooral bedoeld voor de mensen die het niet hebben. Dus op deze dag wordt veel eten verdeeld ook. Voor mensen die er niet bij kunnen zijn of niet aanwezig kunnen zijn in de moskee of andere beperkingen hebben. Dus het is een groot feest, zeg men, met veel zoet. Dat is ook bekend. Dus daar gaat het een beetje over. Ja.
Als u mag kijken naar haast 2 jaar, mag men weer bij elkaar komen om het gebruikelijk en het laatste eetgebed te vieren. Wat denkt u dat dit betekent voor de moslimgemeenschap? Bepaalden zijn wel een beetje huiverig om weer in zo'n groot aantal te zijn. Maar ik denk dat het gros wel het heeft kunnen appreciëren dat ze weer op het plein mochten zijn. Ja, dus het gebed wordt vooral verricht in de moskeeën. In dit geval is het op het plein. Dus nu na COVID hopen we niet dat dat terugkomt of andere besmettelijke ziekte of situaties, zodat al de mensen weer naar hun geloofshuizen kunnen gaan. In dit geval de moslims naar hun moskeeën. U weet ook, het aantal moskeeën wordt langzaam uitgebreid. Alle verenigingen breiden uit als het kan, zodat moskeeën dichter bij huis van mensen zijn. Dus dit is een belangrijk moment. Het is een groot moment voor de gemeenschap. De SES heeft dit georganiseerd. Je ziet, het gaat heel snel op zo'n dag. Want mensen moeten hierna inderdaad bezoeken afleggen aan families, vrienden, heel ver, et cetera. Dus dit initiatief is goed, moet behouden blijven. Want het Eid al-Fitr gebed is niet voor één persoon bedoeld. Is voor massa's mensen bedoeld. Dus iedereen moet, laat me het anders zeggen, iedereen moet bij elkaar zijn. Daarvoor is dit gebed bedoeld. Ja. Ten slotte, wat is uw boodschap, uw Eid al-Fitr boodschap naar de rest van de moslimgemeenschap en ook de rest van de samenleving die met jullie mee hebben gevast op de een of andere manier? Ja, dus een van de belangrijkste boodschappen is dat na de vaste periode, toevallig hebben we een bijzondere gelegenheid gehad dat we ook Pasen hadden met vasten, we hadden ook Noraten met vasten. Er zullen ook andere geloven zijn die vaste periode misschien hebben gehad in deze periode. Maar een van de belangrijkste dingen is na vasten dat de mensen beter moeten zijn. Dus dat betekent mensen die slecht hebben gedaan, moeten minder slecht doen of helemaal niet. Mensen die uitschelden, moeten minder uitschelden of helemaal niet uitschelden. U weet dat in de vaste periode de duivel geketend is aan 2 kettingen. Dus waardoor de mensen de ruimte krijgen om goed te doen. Maar de duivel is waarschijnlijk nu weer ontketend. En het ligt aan de mensen zelf of ze het pad van de duivel volgen. Of zo door blijven gaan op de goede pad. Die vaste periode moet mensen sterker maken, weerbaarder maken. Ik denk dat alle vaste periodes die opdracht hebben, weerbaarder maar sterker maken tegen de duivel. Dus, en het goede moet overwinnen. Maar volgens mij is de duivel nu weer ontketen. Moet de mens zeer stabiel zijn. Dus dat betekent mensen die te veel negativiteit, en je ziet het ook in de politiek, mensen die te veel negativiteit hebben, mensen die blijven uitschelden, mensen die blijven beledigen, dat is niet goed. Daar zit de duivel in. We moeten dat uitroeien. We moeten dat vernietigen. Dat pad moet niet gevolgd worden. Dat is de politieke boodschap die ik geef aan politiek Suriname. Als ik hard moet zijn, ga ik ook hard zijn. Want we moeten dit soort dingen niet hebben. Het ontwricht je samenleving, het vernietigt je samenleving. En dat is precies waar de duivel op gaat loeren vanaf nu. Hij gaat in mensen komen om slecht te willen doen. Want hij is nu weer vrij. En politici worden vaak gebruikt. En tegen de samenleving, die hebben veel geduld opgebracht. En dat geduld wordt beloond. Dat is de opdracht aan de regering, dat de vele opofferingen die we hebben gebracht, COVID-overstromingen, moet zeker door de mensen die het geloof hebben, christenen, hindoes, moslims en alle andere geloven, die zitten ook in de regering, die hebben de hoofdopdracht om ervoor te zorgen dat het beter wordt en dat er rechtvaardigheid komt en dat het kwade weg, het slechte weg gaat. Er is geen ruimte om te stelen. We moeten zuinig omgaan met de middelen. Keuzes zijn hard in het leven, maar als je dat goed uitlegt, liever leg je dat goed uit. U weet van mij, ik zeg liever de dingen goed ze zijn. Dan hou ik je niet voor de gek, zodat je je leven erop kan inrichten. Dat is het pad waarop wij als regering moeten gaan. Dankjewel en een fijne Eid Mubarak verder. Ja, Gij Mubarak voor jullie allemaal. Alle mensen die hebben gevast, een Gij Mubarak. En ook voor alle andere geloofsovertuigden die vaste periode had, wens ik ze een gezegend, succesvol jaar. Misschien een aanvulling dat de vaste periode luidt het nieuwe jaar van het geloof. Dus voor de islam is dit het nieuwe jaar dat intreedt. Alsjeblieft. Meneer Panijo, als voorzitter van het organiserend comité van Eid al-Fitr. Wat betekent dit dat de organisatie na 2 jaar weer bij elkaar kan komen? Mag ik u alvast dank zeggen, mede namens het
vereniging, Islamitische vereniging, Stichting der Islamitische Vereniging in Suriname, dankzeggen voor deze gelegenheid. Ik wil meteen op uw vraag ingaan, wat het eigenlijk allemaal betekent. Ik zou graag meteen willen aangeven, het is niet meer aan te geven wat het eigenlijk voor mij betekent. De aanwezigheid van vele broeders en zusters en ook anderen die hier waren, spreekboek delen. En we hebben een evaluatie in 2 minuten gedaan dat het, de opkomst groter is dan alle Idul Fitr evenement hier op de onafhankelijkheidsplein. Dus voor ons betekent eigenlijk een unicum en meer nog, het vroomheid stimuleert dat we eigenlijk meer moeten richten in zulke dingen aangelegenheden. En ook als bestuurslid van de CIS, wat betekent Ramadan voor u? Nou, het is een gebruikelijke of jaarlijkse verplichting binnen onze islamitische wetgeving. Dat is eigenlijk vasten. En na het vasten, de dag daarop, mag je eigenlijk een beetje aangenaam voelen om vroom te zijn. Laat me het zo kort uitdrukken. Wat is de belangrijkste boodschap die vandaag meegenomen moet worden na zo'n Eidgebed? Laat me dit ervan zeggen, na de periculum met COVID, met de huidige situatie. Maar je weet, Surinamers zijn zo zachtmoedig. Dus ik wil je eigenlijk niet aangeven de huidige situatie. Ik wil eigenlijk meer aangeven, we zijn een trotse bevolking. Vandaar dat wij ook blijven en vredelievend blijven mag zijn. En dat is eigenlijk mijn boodschap wat dat aangaat. Dankjewel en een verder Eid Mubarak voor u toegewenst. Voor u ook, mede namens de Stichting der Islamitische Gemeente in Suriname, wensen wij alle media mensen een gezegend, alsnog een gezegend Idul Fitr toe. En vooral u, die eigenlijk ik voor u staat, een vredig Idul Fitr toe. Graag gedaan. En met de woorden van Richard Ponijo, hij is hoofdbestuurslid, maar ook merendeels de voorzitter van het organiserend comité van het Idul Fitr Eidgebed, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. U zag nog interviews van minister Riyad Noor Mohammed en minister Brontosu Mohadjo en ook een korte boodschap van het staatshoofd. In het eerste deel zag u Kala Boetius in gesprek met mevrouw Sigmund Staphorst over de organisatie NACS. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling ziet u vanavond terug op kanaal 12.2. Tot de volgende week met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!